Kunt u mij vertellen hoe ik in Woerden moet komen met de boot? Nee, als een echt moeilijke zin klinkt dit bepaald niet. Maar schrijf hem maar eens in het Woerdens op. Dat is nog best ingewikkeld. Komt-ie, eerste stuk. Om een goed resultaat te behalen bij dit dicté moet je veel kennis hebben van het Woerdens dialect. We hebben bijvoorbeeld een zin, als jij nu even het vuilnisbelt zet, dan breng ik het naar de vuilnisbelt. En dat zou dan op zijn Woerdens zijn. Als jij nou even de vullers buiten zet, breng ik het naar de valt. Het Woerdens taalgebruik maakt de tongen los. Onlangs ontstond er een hevige discussie over het woord koeienmarkt. Volgens de gemeente geschreven met een N en een K. Maar daar denken de initiatiefnemers van het dicté heel anders over. Woerden heeft een koeienmarkt en geen koeienmarkt. En daar vonden wij dat we nodig eens een keer weer het Woerdense dialect moesten ophalen. Want de koeienmat moet wel als erfgoed behouden worden en dus ook gewoon koeienmat heten. Kun jij even de vuilnis buiten zetten, dan breng ik het naar de vuilnisbelt. De deelnemers krijgen vanavond zinnen in het ABN die ze in het plat Woerdens moeten vertalen. En daar heeft ook de meest doorgewinterde Woerdenaar nog een hele kluif aan. Van Hollands werd het voorgelezen. En ik verstond er geen bal van. Dus het was best lastig voor de ene gehad had wat aan de inhoud was. En terwijl de deelnemers in spanning afwachten of ze in de prijzen zijn gevallen, bekijkt een strenge jury de dictées. En we letten op een aantal woorden. Het woord vuilnis bestaat bij ons niet, bij ons vullers. En je pleurt het naar buiten. Je zet het niet naar buiten, je pleurt het. En het gaat naar de vaalt. Nooit naar de stort of naar de stortplek, nee, naar de vaalt. Kees, de nummer 1. Tromgeroffel, de bar dames. Ja. Daisy Buscher. Yeah! Eerste reactie, je hebt gewonnen. Vind je daarvan? Ja, emotioneel natuurlijk. Ja, geweldig dit. Nee, het was heel leuk, maar grappig toch? Het eerste groot nationaal woordensdicté is een succes. Het niveau van de deelnemers is hoog, maar er valt altijd wat te leren. Ook volgend jaar wordt er een woordensdicté gehouden. Dit is woerden.tv. Met Woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk Woerden.tv.